Hey allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik wat anders dan anders. Het heeft niks met mode te maken. Maar het heeft wel te maken met iets wat ik heel erg leuk vind en waar ik heel erg veel mee bezig ben. Namelijk het maken van foto's en het bewerken van foto's. De meeste van jullie die mij hier volgen op YouTube, die zullen mij vast ook volgen op Instagram. En zoals jullie misschien hebben gezien, heb ik vanaf begin dit jaar daar een kleine switch gemaakt. En ben ik weer begonnen met het maken van foto's met een spiegelreflexcamera. Afgelopen jaren heb ik eigenlijk bijna alle foto's die ik maakte op Instagram gemaakt met mijn telefoon. Wat ook prima was. Maar ik zat erover na te denken wat nou het verschil kan maken met mijn account. In vergelijking met heel veel andere accounts van andere meiden. En de camera die ik hiervoor gebruik, dat is een Nikon D750. En ik gebruik hierbij een lens of objectief, hoe je het wil noemen. En dat is de 35mm 1.8. Voorheen schoot ik altijd met een 50mm. Om die wazige achtergrond te krijgen en dat de voorgrond dus scherp was. Met de 50mm merkte ik af en toe dat het toch lastig was om de voorgrond echt scherp te krijgen. En de 35mm die is daar net ietsjes beter in. Hier is eigenlijk altijd de voorgrond scherp en de achtergrond alsnog onscherp. En dat is een effect wat ik heel erg mooi vind. En wat ook bij het soort fotografie wat ik doe of maak erg goed past. Dus dat is de camera die ik gebruik. En dat is ook waardoor de kwaliteit van mijn foto's, naar mijn mening, best wel omhoog is gegaan. En ook waardoor de edits die ik gebruik op mijn foto's ook beter tot zijn recht komen. Maar dat kan ook prima op gewoon je iPhone foto's, maar daar komen we zo meteen. Dus ik gebruik dus een spiegelreflexcamera. Heel sporadisch komt er nog wel eens een foto van mijn iPhone tussendoor. En de iPhone die ik hiervoor gebruik, dat is een iPhone 8 Plus. Deze heeft ook een functie met portret. En hierbij kun je dus ook een hele scherpe foto maken met de voorgrond scherp, achtergrond wazig. Dus als je nog op zoek bent naar een telefoon die ook bijvoorbeeld een goede camera heeft, dan is een iPhone 8 Plus zeker een aanrader en zeker een toevoeging of een verrijking eigenlijk voor het maken van je foto's. En dan komen we bij stap 2 en dat is misschien wel het belangrijkste van het hebben van Instagram. En dat is het bewerken van je foto's. En dit is iets wat ik echt heel erg leuk vind en waar ik ook heel erg blij van word. Want het is letterlijk gewoon een feestje om te zien wat je van je foto allemaal kan maken. En dan kom ik dus bij het volgende, want de vraag die ik ook heel veel krijg op Instagram is: hoe bewerk je je foto's? Dit is een vraag die ik eigenlijk al jaren krijg, waar ik vorig jaar eigenlijk van dacht: hé, hier moet ik iets mee doen. Ik moet eigenlijk mijn kennis van wat ik weet en kan op het gebied van werk van foto's delen met jullie. En daar ben ik toen mee begonnen. Ik heb een soort van guide gemaakt met uitleg, stap voor stap, hoe je je foto's kan bewerken om een mooi effect op je foto's te krijgen. En hoe je ook een mooie gebalanceerde feed kan krijgen doordat je foto's allemaal bewerkt zijn op dezelfde manier. Maar dat moest dus allemaal met stappen. En nu sinds kort heb ik iets nieuws bedacht. En dat is namelijk een preset. Of meerdere presets heb ik. Jullie kennen wellicht misschien ook niet het programma Lightroom. Dit is een onderdeel van Adobe. Dat is waar je Photoshop hebt, waar je Illustrator hebt, InDesign hebt. De hele rattenplan. En Lightroom is daar eigenlijk een van de makkelijkste programma's van. Dit is iets voor mensen die eigenlijk niet kunnen photoshoppen. Photoshop is echt meer het bewerken van je foto's. En Lightroom is eigenlijk waar je wel dezelfde soort effecten kan creëren die je bijvoorbeeld wel in Photoshop kan, maar niet op je telefoon, maar op een hele makkelijke manier. Daarbij zeg ik wel, Lightroom is wel een betaald programma. Je moet hiervoor elke maand bepaald bedrag betalen. €12,95 is dat, geloof ik. Maar je kan ook een trial downloaden. Deze is 10 dagen geldig, geloof ik. Maar daar komen we straks bij uit, bij de uitleg van de presets. Nu denken jullie misschien, wat is een preset? Een preset is eigenlijk een soort van filter. Het is een vooringesteld, voorinstelling, zo noemen ze het eigenlijk. Preset is dan de Engelse variant van voorinstelling. Het is dus eigenlijk, ik heb mijn foto, die plaats ik in Lightroom en daar ga ik dat helemaal bewerken totdat ik dat mooi vind en het vind passen bij mijn foto. Dan kan ik die hele bewerking, kan ik in zijn geheel, kan ik opslaan.
En die kan ik dus vervolgens op elke foto die ik toevoeg in Lightroom, kan ik die plakken. En dat noem je dus een preset. En het leuke van die preset is dat ik die ook kan delen. Nou goed, dan komen we weer bij het verhaal dat ik daar dus iets mee ben gaan doen afgelopen jaar. Wat ik nu dus heb bedacht, nou ja, bedacht, er zijn meerdere bloggers, Instagrammers die dit doen, is om mijn preset te verkopen. Dus het filter wat je ziet op mijn Instagram, wat ik gebruik op al mijn foto's en wat ik jullie zometeen ook ga laten zien, dat is te koop. Dat kun je dus kopen als een zipbestand. Dan krijg je dus mijn preset en een hele guide met een uitleg hoe je dit kan installeren, hoe je het kan gebruiken. En wat ook heel belangrijk is, hoe je het ook op je telefoon kan gebruiken. En dat is dus iets wat voor de meeste van jullie heel interessant zou zijn. Want op je telefoon kun je het dus gratis gebruiken. Wat je dan moet doen is de trial van Lightroom downloaden. Dan de preset kopen op www.theeditguide.nl. Maar dat gaan we hier allemaal onder in de description box linken. Dan kun je de preset kopen, dan kun je hem installeren. En dan kun je hem vervolgens ook op je telefoon installeren. En de app voor Lightroom op je telefoon is gratis. En dan kun je dus precies dezelfde filter gratis gebruiken op je telefoon. En het is, je koopt één keer de preset. Dus het is niet zo dat de preset maandelijke kosten met zich meebrengt. Dat denken sommigen ook. Dus je koopt één keer de preset. Je installeert hem één keer. En je kan hem gewoon voor altijd gebruiken. Nu zijn jullie vast nieuwsgierig geworden. Hoe ziet die fucking preset er nou uit? Ik ga het jullie nu hier op de computer laten zien. We gaan hiernaast een scherm openen waar jullie lekker kunnen meekijken. En dan hoop ik dat je dit leuk vindt. Ik zou natuurlijk verder uitleg geven wanneer ik aan het editen ben. En over de hele rattenplan eromheen. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met editen. Het allerleukste wat er is. Oké, wat we als eerst doen is dat ik ga naar mijn downloads. En hier zie je de TG2 zipbestand. En die ga ik nu eventjes uitpakken. En dit is ook dus hoe het eruit ziet wanneer jij dus een preset koopt op de Edit Guide. Hier rechts zie je TG2, dat is de preset. En links zie je de guide. Dus ook even voor jullie openen. Dit is dus hoe de guide eruit ziet. En hier heb je eigenlijk alle informatie over wat dit is en hoe je dit gebruikt. Before en afters. De hele reutemeteut. Dus die krijg je erbij als je zoiets hebt van ja, zometeen koop ik het en snap ik het niet. Alles staat uitgelegd in de guide. Oké, wat ik nu eerst ga doen is in Lightroom de foto's toevoegen. Voor degenen die een preset hebben gekocht en op de preset dubbel klikken. Het is wel zo dat je natuurlijk eerst Lightroom moet downloaden voordat je dat kan gebruiken. Want sommigen denken, ik klik twee keer op die preset en dan staat die in mijn... of dan is Lightroom er in één keer. Dat is dus niet zo. Oké, ik ga dus naar de map. Hier heb ik fotootjes staan en deze sleep ik naar mijn mapje in Lightroom. Nou, dan zie je hier dat ze hier in komen te staan. Dan klik ik op importeren en nu worden ze geïmporteerd in Lightroom. Oké, ik heb de foto's nu geïmporteerd en ik heb de Lightroom preset ook even in hetzelfde mapje neergezet. Dus ik ga nu met mijn rechtermuisknop op de nieuwe map die ik net heb aangemaakt. Ik klik op importeren. En nu zit ik in mijn mapje waar de foto's staan. Dan zie je hier staan preset TG2. Nou, die importeer ik nu. En nu kun je dus zien dat hier bij mijn aangemaakte mapje filter TG2, filter TG2 staat. Oké. Wat je nu dus eigenlijk gaat doen, je hebt dus hier de foto's hieronder staan. Ik heb een aantal foto's geselecteerd. We gaan deze eventjes als voorbeeld kiezen. Wat je nu dus alleen maar hoeft te doen, dat is gewoon hierop te gaan staan. En je ziet al de verandering. En je hebt gewoon direct dat de filter die ik dus overal op gebruik, op de foto komt te staan. Nou ja, wat ik dan vaak nog eventjes doe, dat is een foto die moet soms even wat rechter gezet worden. Dat kun je ook heel makkelijk hierin doen. Zo. En dan is dit je foto al. Dit is nu al gewoon met één druk op de knop een, naar mijn mening, veel leukere foto. Nou, dan gaan we even het hele rijtje afwerken. En dan zal ik twee verschillende bewerkingen laten zien. Want we hebben namelijk twee verschillende presets. We hebben TG1 en TG2. Dan hebben we deze foto. Nou, dan gaan we hem ook doen. Eén druk op de knop.
En this is it. Hier hoef je al bijna niks aan te veranderen. We komen vast zometeen ook nog wel bij een foto waar we misschien iets aan moeten bewerken. Omdat bijvoorbeeld de foto wat donkerder of wat lichter is. En dat is dus eigenlijk vaak het enige wat je hoeft te doen met de preset. Want het ligt echt aan je foto, of eigenlijk aan de lichtkwaliteit van de foto, hoe goed de preset pakt. Als je gewoon een goede lichte foto hebt, gooi je hem erop. En is het eigenlijk gewoon al direct klaar. Dan gaan we naar de volgende. Dat is deze. Nou, dan gooien we ook het filtertje erop. Nou, die doet het ook al in één keer goed. En ik zou jullie nu eventjes de andere preset laten zien. Dat is namelijk TG1. En die ziet er, kijk, zo uit. Nou ja, zoals je hier bijvoorbeeld kan zien, is deze dus eigenlijk een beetje overbelicht. Wat we nu doen, we gaan nu naar belichting toe. En die zetten we ietsjes lager. Zo. Nou ja, en dan is hij dus eigenlijk ook al goed. En dan heb je dus wel het verschil tussen TG1 en TG2. Dit is dus TG1. Ik ga nu weer op TG2 drukken. En dan zie je nu dus hiernaast weer het verschil. Kijk, ik krijg een heel andere stijlfoto. Dit is een beetje vintage gehalte eigenlijk. TG1 is dus wat blauwer en TG2 is echt wat geler en wat meer vintage-achtig. Nou, dan gaan we naar de volgende foto. Dat is deze. Deze foto die is vrij licht, zoals je kan zien. Dus ik ga nu eerst TG1 erop doen. Die zal, ja, kijk, dat is echt vreselijk. Die is dus echt veel te overbelicht. Dus dan zetten we hem weer een stukje donkerder. Nou, dan ziet hij er dus zo uit. En verder hoef je er eigenlijk al bijna niks meer aan te veranderen. En voor TG2 ziet hij er zo uit. Dus hij ook nog ietsjes te licht. Dus ga hem ook weer ietsjes donkerder zetten. Hier komt eigenlijk een hele mooie warme gloed overheen. Voor al mijn foto's nu op Instagram gebruik ik dus TG2. Ik vind het echt een heel mooi filter. En ik vind echt alles gewoon mooi en leuk worden als ik hiermee bewerk. Oké, dan gaan we naar de volgende foto. Deze foto die is weer wat donkerder. TG1 zou hier waarschijnlijk goed op pakken. Gaan we nu zien. Ja, dit is TG1. Nou, die is eigenlijk al direct gewoon goed. En TG2... Ja, kijk, die is dus weer net wat te donker. Dus hierbij zetten we het licht net weer wat hoger. En dan is hij eigenlijk ook al goed. Nou, ik zal de rest ook eventjes voor jullie nog laten zien. De TG1 en TG2. Dit is op een hele foto. Dus TG1 is weer iets te licht. Dus eigenlijk is, als je wanneer je hele donkere foto's hebt, is TG1 een hele goede preset. Je kan ze prima allebei gebruiken, maar die zal dan in één keer goed zijn. Dus deze maken we dan ook weer iets donkerder. Dan ziet hij er zo uit. En dan hebben we TG2... En die is eigenlijk vrijwel direct alweer goed. Mag misschien nog ietsjes lichter, maar hoef je vrijwel niks meer aan te veranderen. Vrijwel. Is dat nu weer een nieuw stapwoordje? Wat was het vorige keer ook weer? Wederom. Vrijwel. Och, ik ben zo kakker. Even kijken. En dan gaan we naar deze foto. Zo'n vrolijke foto. TG1. Iets te overbelicht. Zetten we wat donkerder. Ziet hij er zo uit. En... TG2 ziet er zo uit. Dan mag die juist weer ietsjes lichter. En dan als laatste. Dit is dan een beetje een foto. Of hier werd ik gewoon echt niet blij van toen ik deze foto zag en maakte. Het was gewoon heel donker weer en vies. Dus ik had bij deze foto echt zoiets van, gadver, hoe ga ik hier nou iets leuks van maken? Nou, uiteindelijk vind ik het dus heel leuk geworden. Even kijken. TG1 ziet er zo uit. Nou, kijk even wat een verschil. Dit is met filter. Dit is zonder filter. Het is echt bizar. En TG2 hebben we deze. Die is wel ietsjes te donker. Zet hem iets lichter. Ziet er zo uit. Dus kijk dit. En kijk dit. Wat een verschil. Het is gewoon echt met één druk op de knop krijg je gewoon in één keer een hele interessante foto om naar te kijken. En dat is dus echt... Het leukste van de preset, dat je gewoon met één druk op de knop gewoon van een saaie foto echt een superleuke foto maakt. En dat maakt Instagram des te leuker. Dus ik raad het je zeker aan. Maar goed, dit is dus hoe je het op de computer gebruikt. Nu kun je het dus ook op je telefoon gebruiken. Dat is wel iets minder uitgebreid, want op je telefoon kun je eigenlijk alleen maar... een beetje licht instellen en het contrast en een beetje kleur, zeg maar van cool en warm bijvoorbeeld. Hier in Lightroom heb je echt tig verschillende opties. En zoals je kan zien bij deze foto is mijn jurk vrij oranje geworden, terwijl die heel erg geel was. Dat kun je ook dus heel goed aanpassen. Kijk, als ik dit doe, dan wordt hij gewoon weer de kleur die hij was.
De preset die maakt alles iets, of alle geel tinten iets meer oranje. Maar dat kun je dus allemaal aanpassen. Kijk, ik kan zelfs meer groen maken. Dus ik moet eerlijk bekennen dat je op de computerversie wel echt veel meer kan. Je kan bijvoorbeeld ook de lucht een stuk blauwer maken. Even kijken, zo maak ik een wit. Kijk, zo maak ik een hele blauwe lucht. Dus er zijn wel echt ontzettend veel dingen mogelijk in Lightroom op de computer. Op je telefoon is dat dus iets minder uitgebreid. Maar je kan dus wel de preset gebruiken op je telefoon. Oké, hoe krijg je je preset op je telefoon? Wat je doet is een bewerkte foto. Dus deze foto die heb ik, kijk, zoals je onbewerkt. Oké, hoe krijg je de preset op je app, op je telefoon? Wat je doet, je gaat naar verzamelingen en je maakt daar een map aan. Ik heb hier gekozen voor LR, dus Lightroom Mobile Presets. Dus die heb ik aangemaakt. Wat ik dan doe, dan pak ik een bewerkte foto en die sleep ik naar Mobile Presets. Nu klik ik daarop. Nu zie je dat die foto daarin staat. Wat je nu doet, je pakt je telefoon. En daar heb je ook de Lightroom preset moeten downloaden. Die open je. Dan zie je dat rechtsbovenin een soort van wolkje staat. En zie je op je computer dat er een soort van connect dingetje gaande is. Hij is nu dus aan het synchroniseren. Oké, ik ga nu dus naar mijn telefoon. En hier heb ik de app van Lightroom geopend. En daar zie ik een soort van wolkje. Met puntjes erin. Hij is dus aan het synchroniseren. En op je computer zie je hier links een soort van connecting dingetje. Wat ik nu dus krijg op mijn telefoon is in de LR Mobile Presets. Die ik dus net heb aangemaakt. Dat mapje, dat zie ik nu ook op mijn telefoon. Nu zie ik dus die bewerkte foto die ik net zeg maar in mijn map heb geplaatst. Zie ik ook op mijn telefoon staan. Wat je hier nu dus mee moet doen om de bewerking van je preset ook op je standaard foto te krijgen, is dat je kopieert de instellingen van de foto die je net in je mobile preset map hebt geplaatst. Oké, wat ik nu doe is ik ga eventjes een foto importeren van mijn filmrol. Dan kies ik eventjes een foto die onbewerkt is. En wat je nu dus kan doen is de voorinstellingen die je net hebt gekopieerd van je bewerkte foto, die kun je niet gewoon hierop plakken. Nou, hij is ietsjes te donker. Dan ga je naar licht. Doe je belichting ietsjes omhoog. En voilà, je hebt gewoon de bewerking van de preset op je telefoon. Het is alleen anders dan hoe je hem gebruikt op je computer. Maar het is gewoon precies hetzelfde. En zo kun je toch de preset gebruiken op je telefoon. Dit is een manier die eigenlijk niet... mensen zeggen heel vaak van ja, je kan een preset niet op je telefoon gebruiken. Nou, wij hebben dus een manier gevonden dat het dus wel gewoon kan. Dus voor iedereen die niet allemaal moeilijk wil op de computer, of voor iedereen die geen zin heeft om een abonnement te kopen voor Lightroom en daar elke maand voor te betalen, is ook allemaal niet nodig. Je downloadt een trial, je koopt de preset en je importeert de preset in je Lightroom op de computer. Je downloadt de app op je computer en je zorgt dat je vanuit je verzameling de foto, een bewerkte foto, naar je telefoon, naar de app van Lightroom synchroniseert. En dan kan je gewoon lekker bewerken. En dat kun je doen op je foto's gemaakt met de camera. Maar dit kan je ook gewoon prima doen op de foto's die je hebt gemaakt met je telefoon. Ik zou je daar voor de zekerheid nog eventjes een voorbeeldje van laten zien. Oké, ik ga nu even een foto opzoeken die ik met mijn telefoon heb gemaakt. Ja, deze. Importeer. Die lijkt heel erg op de foto die ik net liet zien. Alleen ik heb zowel met mijn camera als met mijn telefoon gemaakt. En deze is met de telefoon gemaakt. En hier ga ik dus ook de instellingen opplakken. Nou, je ziet al, ziet er nu al leuk uit. Hij is ietsjes te donker, dus ik maak hem ietsjes lichter. Kijk, ziet er gewoon heel erg leuk uit. Je hebt dus niet per se zo'n dikke camera nodig om je bewerking te gebruiken op je foto's. Je kan ook gewoon met foto's van je telefoon. Oké, dit was een heel verhaal. Ik hoop dat jullie het allemaal snappen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in een van de presets hieronder, kun je alles vinden met zowel een linkje naar tegen 1 als tegen 2. Mocht je het allemaal nou te moeilijk vinden, we verkopen ook gewone edit guides. Dus daar hoef je niet een Lightroom of iets voor aan te schaffen. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit een leuke video vonden en dat jullie helemaal geïnteresseerd zijn in de preset. En ik zou het heel leuk vinden als jullie er een kopen.
als jullie de before en afters aan mij laten zien op bijvoorbeeld Instagram door even een tagje of wat dan ook. Bedankt voor het kijken. Voor extra vragen, stel ze zeker hieronder. En ik probeer natuurlijk altijd antwoord te geven. Vond je het een leuke video, doe dan even een duimpje omhoog. En ik hoop natuurlijk dat jullie abonneren op mijn kanaal. Tot volgende week. Doei!